Hallo. Vandaag is de dag van de checklist. Laten we eens een checklist gaan tekenen. Ik teken hem ook in mijn workshop of in mijn online academie. De checklist. Ja, teken maar weer gewoon mee. Ja, de dag van de checklist. Nou, die is niet zo heel erg moeilijk. Laten we maar gelijk gaan tekenen. Ik gebruik hem volgens mij ook in een van mijn cursussen. De checklist. Nou, we beginnen met een... laten we beginnen met een potlood. Of een pen. Waarmee je de boel afvinkt in je checklist. Zo. Daarachter zetten we een rechthoek. Zo. Nee, ik kan het beter anders doen. Wacht, we gaan even opnieuw beginnen. De checklist. Ja, ik gebruik hem in mijn cursussen ook. We beginnen met een potlood. Waarmee we de boel gaan afvinken. Zo, een beetje dik potlood is dit wel, maar goed. Dat maakt niet uit. Daarachter tekenen we een rechthoek. Zo. Zo. Twee dingetjes. Klemmetjes, zeg maar. We steken hier achter nog een lijn. Als zijnde dat het een beetje 3D wordt. En we maken hier vierkantjes. Zo. En erachter zetten we tekst. Zo. En dan pakken we eigenlijk even een andere kleur zouden moeten hebben. Die heb ik nou niet hier gelijk. Maar goed, we kunnen... Ja, de checklist, je kan afvinken. Zo. Zo, en hier heb je net ook afgevinkt met dat potlood. En die moet nog afgevinkt. De checklist. Ja, eigenlijk heel eenvoudig. We kunnen hem nog een keer tekenen. We beginnen met potlood. Deze keer wat dunner doen. Zorg dus inderdaad dat potlood daaruit komt. Dus begin hier ergens met je rechthoek. En zorg dat die... Nou, dit is een hele grote rechthoek. Zo, want zo. Schaduw erachter. Die vierkantjes. Die blokjes waar je in afcheckt. De teksten. Het mogen gewoon kriebeltjes zijn. Zo. En dan vink, vink, vink. En hier ben je net aan het vinkje aan het zetten. Checklist. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.